in ons Vara's Artiestencafé een herboren man 30 kilo afgevallen. Kunt u het zien, dames en heren? En dat valt niet mee. Willem, het staat je fantastisch. Willem heeft een heel nieuw liedje zelf geschreven. Ik zou zeggen op zijn lijf geschreven. Wat een rare man. Willem Duin. Het is nu al meer dan zo'n jaartje of 7 geleden. Ik weet het nog heel goed, nou dat was mijn tijd. Ik verdiende veel geld en ik wilde het ook goed besteden. Nou dat is me gelukt, binnen een jaar was ik het allemaal kwijt. Ik zwaaide dag en nacht maar met mijn gouden vinger rond. Ja, ja, dacht dat iedereen me dan fantastisch vond. Ja, ja, dus ik draafde en dolde maar door. Waar had ik die poen anders voor? Laat ze maar kletsen, wat een rare man. Wat een rare man. Ik leefde maar raak, dat is waar, moet ik eerlijk bekennen. Wat een ander daarvan dacht, nou dat deed me geen fluit. Ik vond het te gek om een vriend en mezelf te verwennen. Maar achter mijn rug lachte zij me heel hartelijk uit. Ik zwaaide dag en nacht maar met mijn gouden vinger rond. Ja, ja, ik dacht dat iedereen me dan fantastisch vond. Ja, ja, dus ik draafde en koolde maar door. Waar had ik die poen anders voor? Laat ze maar kletsen, wat een rare man. Wat een rare man. Dus ik kwam in de goot, ja daar kon je natuurlijk op wachten. De vrienden die ik had, heb ik nooit meer gezien. Niet dat het me spijt, want ik zie ze nog vaak in gedachten. En ze komen beslist boven water als ik weer wat verdien. Ik zwaaide dag.